Ja, goedemiddag Patrick. Er is goed nieuws uit Silicon Valley. Apple gaat ons van onze smartphoneverslaving afhelpen. Ik zag het berichtje gisteravond voorbij komen in de NOS-app toen ik achter het fornuis op mijn telefoon stond te kijken, terwijl de pasta overkookte en mijn zoontje achterstevoren van een keukentrapje lazerde. En ik dacht, goed zo. Als iets een droevig beeld is, dan zijn het wel al die mensen die de hele tijd op hun scherm kijken, terwijl er om ze heen zoveel moois gebeurt. Maar het volgende dat ik dacht, terwijl ik intussen de buienradar-app even opende om te zien of de voorspellingen al veranderd waren sinds ik 10 minuten geleden had gekeken, was dat het natuurlijk wel een beetje vreemd is dat Apple hiermee komt. Ze hebben het ding notabene uitgevonden. De verslavingsbeperkende iPhone, het is natuurlijk gewoon een vondst uit de categorie Cola Light en de menthol sigaret. Je denkt dat je lekker bezig bent, maar intussen help je ze gewoon alleen maar om een nieuwe doelgroep aan te boren. Misschien is het probleem niet eens dat we vastzitten aan onze telefoon, we zitten vast aan een merk. En het enige dat je dankzij deze functies van Apple straks bereikt, is dat je nog verknochter bent aan je Apple, want die heeft allemaal opties om je te helpen om niet te veel op je Apple te kijken. En bovendien, het klinkt allemaal leuk, maar hoe zit het met de privacy, vroeg ik me af terwijl ik op Facebook zette wat mijn naam als Star Trek personage zou zijn, namelijk de meisjesnaam van je moeder, dan de letters van je postcode, dan je creditcardnummer, gevolgd door je pincode en dan de plek waar je huissleutel altijd verstopt als je niet thuis bent. Supergeinig bedacht weer. Maar wat blijkt nou? Apple maakt zich ook grote zorgen over onze privacy, las ik in een bericht dat mij door Facebook werd aanbevolen. Dus goed nieuws, je kunt de trackers van Facebook voortaan blokkeren als je met Apple surft. Hoera, je data is veilig voor Facebook. Alleen Apple kan nog zien wat je met je Apple doet. En alsof dat nog niet deprimerend genoeg is, las ik een alinea verder doodleuk dat er nog meer goed nieuws is, namelijk Siri wordt slimmer. Voortaan krijg je nog betere aanbevelingen, zoals advies over welke foto je met wie zou kunnen delen of een automatisch appje aan je partner zodra je van je werk vertrekt. Inderdaad, Apple neemt privacy bloedserieus. En natuurlijk, we ontkomen niet meer aan dit soort dingen. De kunstmatige intelligentie heeft de toekomst. En dat is ook logisch. We hebben het een paar miljoen jaar geprobeerd met natuurlijke intelligentie. Dat werkt nog steeds voor geen meter. Dus we zullen toch een keer iets anders moeten proberen. En Apple is ook niet de enige. Google presenteerde vorige maand nog software die telefoontjes voor je pleegt. Ze kwamen namelijk tot een ontdekking waar ieder mens vroeg of laat in zijn leven tegenaan loopt. As I said earlier, our vision for our system is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. Ja. Om shit voor elkaar te krijgen zul je af en toe iemand moeten bellen. Je kent het wel, je wilt naar de kapper en die blijkt geen online boekingssysteem te hebben en ook geen chatbot en ook geen bel me terug service. Dus er zit maar één ding op, het nummer draaien en een daadwerkelijk gesprek voeren. Maar gelukkig is daar Google. You know, we are working hard to help users through those moments. De Heer zij geprezen. Eindelijk hulp voor dit probleem. Eindelijk niet meer dat eindeloze uitstellen van telefoontjes om geen enkele duidelijke redenen. Ik was benieuwd, wat komt er nu? Je telefoon die schreeuwt, stel in die aan, lamstraal. Of een app die je psycholoog inzijnt zodra je langer dan 10 minuten bezig bent om een nummer te kiezen. Of dat die doet wat je vader vroeger op zo'n moment bij je deed. Alvast het nummer draaien en jou de telefoon snel in je klauwen geven en dan zeggen, hier, hij belt al, succes. Nee, Google doet wat een echte papi voor zijn kindje doet. Hij belt zelf al even met de kapper. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Dit is dus een robot. Depending on what service die belt met een echte kapster en ook een afspraak krijgt, wat ook iets zegt over de kapster trouwens. Ik denk dat dit alleen bij kappers lukt. Die horen zoveel gelul op een dag dat ze het onderscheid tussen een klant en een computer al lang niet meer maken. Maar knap is het wel. Ja. Oké, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Voor de duidelijkheid, dit is niet de robot, dit is de kapster. Nou, goed. Leven de techniek, een telefoon waarmee je niet meer hoeft te bellen. Dankjewel Google, wat een service, wat een vooruitgang, dacht ik. Terwijl ik op mijn telefoon de Twitter-app afsloot en vervolgens de Twitter-app opende om me daarna pas te realiseren dat ik daar net vandaan kwam. Apple helpt me van mijn telefoonverslaving af. Google van mijn belangst, ze hebben echt het beste met me voor. Alleen jammer dat mijn wantrouwen elke week nog steeds een beetje groeit.